Manuel Broekman heeft te maken gekregen met een hele nare brand. Zijn o zo geliefde bontgekleurde boot is afgebrand. En dat betekent dat je deze acteur deze zomer voor het eerst in jaren niet op het water zult kunnen vinden. Ik kan er niet naar kijken. Ja, omdat er gewoon iets heel moois totaal afgebrand is. Dat is toch niet oké? Ze gingen eerst hierin. Toen had ik een deur gemaakt, gingen ze hierin. Gewoon losgesneden. Hè? Dus ja, mensen die niks te verliezen hebben. Ze hebben mijn boot. Is in de fik gezet. Door gewoon mensen die geen benul hebben van het leven. En de hele buurt is van slag. Een hele grote fik. 4 meter hoge steekvlam. En ik durf niet eens mijn interieur te laten zien. Oh! Nee, dat is even. Nee. Hier hebben kinderen, mijn neefjes, nichtjes en baby's helemaal. Het wordt gewoon in de fik gezet, per ongeluk. Van de hufters, hè? Ja, was een zwerver, maar die heeft een barbecue georganiseerd. Wordt het nou in de fik gezet of was het per ongeluk? Dat zou ik net vertellen. Die had een barbecue georganiseerd. En die heeft daar die hele boot mee in de fik gestoken. En ja, als je weet wat een grote trots van hem dat is, die nogal de aandacht trok als hij daarmee door Amsterdam voer. Zelfs Sharon Stone heeft dat nog een keer met bewonderende blikken naar of het naar hem was of naar zijn boot, weet ik niet. Maar die stond helemaal over die brug gebogen zo, te kijken wat daar in vredesnaam met die boot aan de hand was. En die heeft... 7 jaar werk zit er in dat ding. Dus het is dood en doodzonde dat dat verloren is. Hij is vastbesloten om het te gaan restaureren. Dat doet hij allemaal eigenhandig. Dus daar is hij wel weer even mee bezig. Maar dat is goed. Maar ik weet niet of hij daar tijd voor heeft. Want hij had een schort om. Ja, hij heeft een restaurant geopend van de week. Ja, en dat restaurant dat moest eerst af. Een Spaans restaurant in Amsterdam-West. Oh. In de eerste Constantijn-Huygensstraat. Het werd afgelopen weekend geopend. Het zat meteen stampend vol, want hij is een nieuwe carrière begonnen. Naast zijn acteurscarrière ook een horeca-loopbaan. Hij zegt, ja, ik heb het Pepito genoemd. En dat is het restaurant van Manuel. Maar het is dus niet zo van, ja, het is het restaurant van Manuel, maar die zit lekker op Ibiza. Hij wil daar elke dag zijn. Dus voor iedereen die fan is van Manuel Broekman, het is de kans van je leven om hem daar tegen het lijf te lopen, want hij loopt daar dus echt. En wat maakt hij dan, weet je dat ook, heb je daar al gegeten? Tapas? Ja. Oh. Hoor je wel vaker in Spanje, hè? Nou, we gaan wel allemaal... Nou ja, zeg, ik eet van alles. Zo te bewegen met de tweeën, jongen. Even aan Manuel zelf, die gaat het vertellen. Dames en heren, dit is Pepito. Klein Madrid in hartje Oud-West. Kom binnen. Dit is het geworden. Ik krijg gewoon energie van dit. Mensen naar een zin maken. Dat kan acteren zijn, dat kan optreden zijn. Nou, ik heb het openingsweekend achter de rug, maar je hoort een beetje dat ik een beetje schor ben. Maar dat hoort er ook bij. Weet je, selfie zit hier ook in. Het is het leven, we zijn samen, we maken er wat van. En als dat afgebrand wordt, kan je het weer hopelijk iets moois van maken. En ik ga het op de Pieterboot maken. Een knappe gozer is. Hij. Ja. Ik hoop dat jullie zoveel brieven krijgen over dat er ook iets anders te eten is in Spanje dan alleen tapas. Jongens, alsjeblieft, kan iedereen even mailen naar deze. En de kroket van Ed, ook natuurlijk. Ja.